A Serial Killer a Day. Op deze dag in 1994 werd Stephen Grieveson aangehouden voor inbraak in een verlaten gebouw. Zijn vingerafdrukken werden op een kelderraam gevonden en zijn voetafdruk bij de ingang. 3 jaar later kreeg hij 3 keer levenslang. Niet voor inbraak, maar voor de moord op 3 tienerjongens. Een van die jongens, David Hansen, was in dat verlaten gebouw vermoord en in brand gestoken. Ook de andere 2 slachtoffers, Thomas Kelly en David Grieve, waren op dezelfde manier om het leven gebracht, in dezelfde omgeving. Stephen Grieveson kon zijn geaardheid niet accepteren. Hij vermoordde de 3 jongens zodat geheim zou blijven dat hij homoseksueel is. Hij zit nog steeds in de Full Sutton gevangenis.